Woensdag werd het startschot gegeven voor een toekomstbestendig bestuurskwartier in Arnhem. Het gebied rond het stadhuis, het provinciehuis, de rechtbank en het Openbaar Ministerie zullen leefbaarder en duurzamer gemaakt worden. Hiertoe zette staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde Jan Markink en wethouder van Openbare Ordening van Arnhem, Katelijne Bouwkamp, een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor nieuw- of verbouwplannen tussen de drie overheden. RTV Arnhem sprak met hen. Nou, we hebben een regionaal ontwikkelprogramma vastgesteld waarin wij gezegd hebben dat wij heel graag willen samenwerken met andere overheidspartners, maar ook met marktpartijen. In dit geval provincie Gelderland, gemeente Arnhem. Hier liggen heel veel kansen, omdat alle partijen hier posities hebben. En als je dat combineert, dat je andere oplossingen kunt bedenken dan dat je alleen als enkele partij dat zou doen. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, ruimtelijke ordening, maar ook duurzaamheid. En het mooie hiervan is dat eigenlijk de doelen allemaal gelijkgericht zijn en dat je nu moet gaan afspreken hoe je dat in de praktijk gaat doen. En als je daar drie partijen bij hebt en wellicht nog meer partijen in de toekomst die daar ambities in hebben, die dat willen, daar kun je een heel eind komen. Dus ik ben heel blij met deze overeenkomst. Ik ben ook heel blij met de ambities die hier liggen, want die passen ook naadloos bij de ambities die het Rijksvastgoedbedrijf heeft. Nou, we hebben vandaag met elkaar een manifest ondertekend waarin we hebben aangegeven dat we samen willen gaan werken. Dat we ook echt kansen zien voor dit stuk van de binnenstad van Arnhem. Wat nu toch best wel gesloten is en onaantrekkelijk. Om samen met elkaar, samen met het Rijk en de provincie en de gemeente gaan kijken hoe we daarin een aantrekkelijk gebied kunnen maken. Je kunt als je grotere schaal gaat creëren, dus meerdere functies met elkaar gaat combineren, kom je tot andere oplossingen. Dus je kunt gebouwen beter benutten, je kunt de openbare ruimte beter benutten. Waardoor het en aantrekkelijker wordt en er economische krachten blijven staan. En dat is voor een stad als Arnhem, voor de provincie Gelderland natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ook vanuit het Rijksvastgoedperspectief. Waarin we Openbaar Ministerie hier onder andere hebben, willen we natuurlijk een goede werkgever zijn. U vindt circulaire economie belangrijk en duurzaamheid, gezien nu het klimaatakkoord. Hoe gaat u dat hierin verwerken? Nou, dat is heel erg belangrijk, maar ook voor die energietransitie en die opgave die we daar zien, hebben we juist ook onze partners nodig om te kijken van hoe kunnen we dat samen doen. De provincie heeft ook baat bij samenwerking tussen de drie overheden wat betreft gebouwen in dit gebied. Ja, dat klopt. De provincie heeft hier belang omdat we hier in de zuidelijke binnenstad aan de Rijn, dat wij hier ook eigendom hebben. We hadden 5 gebouwen. We concentreren ons nu op 2 gebouwen. En dat betekent dat er al ruimte overblijft. Prinsenhof A, dat nu nog de hoogste toren is, is nog in ons bezit. En eigenlijk hebben we die niet meer nodig. En daarmee zouden we ook graag mee willen helpen om in dit gebied ook een mooie slag te maken op het gebied van vernieuwing, maar ook op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van bereikbaarheid, aantrekkelijkheid voor de zuidelijke binnenstad. Dus dat is ons belang en daar willen we graag als provincie aan meehelpen. En het andere belangrijke aspect voor ons is dat we zeggen van hier hebben we natuurlijk ook een beetje de concentratie van de rechterlijke macht in Gelderland. We gaan ook buiten Gelderland. En dat willen we ook goed faciliteren, dus om die legal valley, die rechterlijke machtssituatie, om die ook nog beter uit te nutten, kunnen we hier ook een mooie fysieke knooppunt maken voor deze belangrijke maatschappelijke waarde. Maar wat van belang is, is dat die ambities, die gedeelde belangen, dat je die scherp in kaart brengt en dat je ook transparant aan elkaar bent waar de voordelen dadelijk terechtkomen. En die zullen ongetwijfeld ook bij de stad Arnhem terecht gaan komen.